Yo, ik ben Rick en welkom bij Rick's Pod Minecraft. De allereerste Q&A is vandaag. Dus dat is blij, dat is vrolijk, dat is leuk. Horen daar? Ja, ik wil zeggen, deze moeten we even aanzetten. Misschien handig. Dus ja, hier is al langer vraag naar geweest, zeg maar, om Q&A te gaan doen. Dus Q&A caving gaan we vandaag doen. We gaan wat caven. En ik ga wat vraagjes beantwoorden die jullie achter hebben gelaten in de reacties. Daar zo is de Guardian Farm waar we mee bezig zijn geweest. En om die, zeg maar, efficiënter te laten werken, moeten we natuurlijk caves oplichten. Want dat gaat, zeg maar, via dezelfde mobcap. Dus we gaan hier op dit eiland gaan we wat caven, zeg maar, om ervoor te zorgen. En dan hopelijk een beetje die kant op, zeg maar. Om dan te hopen, zeg maar. Facing west, oké. Okay. Dat is goed om te weten. Maar goed, ja, dus dat is een beetje een plan voor vandaag. Ik heb een cave gevonden. En die is ietsjes verderop hier. Het is hartstikke gezellig hier met allerlei bunnies en dingetjes. En zombies. Oké, die gaan we ontwijken. Maar goed, ik heb hier een cave gevonden. Dus ja, dat zag er wel goed uit. Dus ja, dat gaan we dus doen. Misschien komen de vragen van jullie komen in het scherm. Hoop. Ligt een beetje aan of ik uitvogel hoe ik dat moet doen, zeg maar. Een soort van screenshot van jullie reactie. Die dan zo in beeld kan, zal komen. Dat is een beetje het idee. Dus dat misschien. Maar ja, in ieder geval. Dus we gaan voor een minuut of 25. Dat lijkt me wel leuk dan. Dan gaan we iets langer door. Ik heb hier gewoon een aantal vragen. En als die op zijn, ja, dan zijn ze op, weet je. Dan kunnen we niet zoveel langer meer. Dus de meeste vragen zijn YouTube gerelateerd, wat uiteraard geen probleem is. Ho. En dat is dat. Als eerste kreeg ik een vraag van, hey, heb je Facebook? En dat vroeg Alex, Alex bedoel ik. Van, hey, heb je Facebook? Ik heb wel Twitter, waarvan de link altijd in de beschrijving staat. En volg me daar als je wat up-to-date wil blijven, zeg maar. Maar Twitter ben ik wel van plan aan te maken. Maar momenteel zit ik in mijn eindexamens. Dus ga ik nog niet echt veel tijd aan besteden. Zodra ik straks vakantie heb, zal ik dat wel even proberen op te zetten. Maar goed, dat is dus voor later. En je zal het waarschijnlijk wel horen van me zodra ik het heb. Dat zal ik dan wel aankondigen, denk ik, ergens. Overal of niet. Ik weet het niet. Je zal het wel meekrijgen. Dus... voordat we echt YouTube gerelateerde vragen komen, dan zal ik eerst gewoon een paar random andere vragen beantwoorden. Ja. En er zit een hele grote vraag tussen en dat zal waarschijnlijk ook in de titel staan. Maar goed, daar komen we zo op. Heb je een huisdier? Dat vroeg Game Master. En zo ja, hoe heette ze? Nou, wij hadden vroeger vissen. Was niet zoveel speciaals. Maar mijn vader die is allergisch voor de meeste huisdieren. Weet je wel, van katten en honden met hun vachten. Zeg je dat zo, vachten? Ik weet het niet. Maar goed, daar is hij allergisch voor. Dus wij hebben niet echt dingen als katten en honden gedaan. Even gehad. De vissen die zijn er een tijdje geleden deur uit gegaan. En nu hebben we een soort van mini kavia of ik weet niet echt hoe die dingen heten. Ik heb het niet zo met huisdieren op zich. Maar goed, het is wel grappig als je dan beneden komt en dan zit dat beestje rond te rennen. Ik kan gewoon wel lachen. Tony, die vroeg. Wat gaat erin en eruit en druipt naar de hand? Oh, ik wil dit silk touchen. Dus, dit was wel een moeilijke vraag. Daar moest ik echt lang over nadenken. Dus ik dacht dat ik de antwoord ervoor had, zeg maar. Toen bedacht ik, het is een trickvraag, denk ik. Dus... het antwoord op dat vraag is een wc-borstel. Hoe kan je dat nou niet weten? Want je stopt hem erin en zodra je hem eruit had, dan druipt hij helemaal. Dan zit hij helemaal onder het water. En weet je, zeker als je hem voor wat langere tijd, weet ik wel, een week of zo niet gebruikt hebt. Want dan komt er juist extra veel vocht in, zeg maar. En dus dat is dat. Volgende vraag. Even kijken, Razi vraagt, waarmee neem ik op? En dat heeft hij al op meerdere video's gezet, weet ik uit mijn hoofd. Want ik kijk in mijn reacties. En
Toen had hij ook een keer gezegd van, hey, waarom reageer je niet? Je moet sowieso, als je reactie verwacht, zeg maar, op jouw reactie, zeg maar, op een van mijn video's. En dat is dan niet alleen tegen Razi, maar tegen iedereen. Moet je even checken of je op je eigen reactie kan reageren. Nou, klinkt dat een beetje gaar. Want wie zou nou op zijn eigen reactie reageren? Maar, ja, ik heb het wel eens dat sommige reacties niet... dat ik daar niet op kan reageren. Dat is erg vervelend. Ja, daar schiet ik gewoon niks mee op. Dus ja, dan moet je even checken gewoon. Maar om die vraag even te beantwoorden. Ik neem op het moment op nog met OBS. Of nee, niet OBS. Bandicam. Ik wil naar OBS. Daar heb je geloof ik veel meer mogelijkheden mee. En binnenkort ga ik ook livestreamen, hoop ik. Nogmaals, examens verlopen we nog even niet. Maar daarmee kan je ook OBS gebruiken. Zeg maar 2-in-1. Een soort van handiger voor mij. En Oh nee. Hoppa, dicht jij. Editing / video rendering doe ik met Sony Vegas. En thumbnails met Photoshop. Nog meer weten? Volgens mij niet. Dat is wel goed zo. Oké, dus. Laten we de grote vraag doen. Ja, het is een soort van combinatie van twee vragen. Dus Arvid vroeg, hoe lang doe je al Minecraft? En dat is een vrij ingewikkeld verhaal. En dat loopt een beetje samen met de vraag. Ik loop die bed altijd te keren. Vind ik wel leuk dat geluidje wat ze maken. Het loopt samen met de vraag. Wat inspireerde jou om een YouTube kanaal te beginnen? En dan zal ik ook een beetje zeg maar vertellen hoe ik dit kanaal heb gemaakt. Zeg maar. Nou, niet hoe, maar ja, de tijd en hoe het verlopen is, zeg maar. Dat loopt heel erg nauw samen, naar mijn idee. Dus dat is wat wij gaan beantwoorden op het moment. Dus ik zit momenteel in HAVO 5. Had in 2 HAVO. Ja, dus dat is 2 HAVO, 3 HAVO, 4 HAVO. Ik ben een keer blijven zitten, dat is nog 4 HAVO, 5 HAVO. Dat is 4 jaar geleden. Ik telde even op mijn vingers, wat je uiteraard niet kon zien. Maar goed, toen had ik een aantal vrienden. En één daarvan, deze vent heet Michael. Die deed aan YouTube, zeg maar. Die had gewoon een klein Engels kanaaltje van 100 subs of zo. En hij vond het erg leuk om te doen. En toen had ik zoiets van, oké, dit is wel interessant. Dus samen met nog een vriend van mij, Jeroen, zijn wij allebei ons eigen kanaal gestart. Dus deze vriend Michael, die had dus zijn eigen gaming kanaal in het Engels. Ik ben met mijn eigen kanaal in het Engels begonnen. En deze Jeroen, die had een soort van sketch kanaal in het Nederlands. En zeg maar, door het kijken van video's van Michael, kwam ik achter Minecraft. Volgens mij, ik heb niet echt een eerdere herinnering van het zien van Minecraft, naar mijn idee. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik door hem, zeg maar, het spel heb leren kennen. En altijd niet door hem geweest, had waarschijnlijk wel door ergens iets anders geweest, maar goed. Dus ik had op mijn kanaal ook gewoon even 2 video's geüpload over dit spel, zeg maar. Dus van, hey, kijk eens wat dit is, super awesome. En toen kreeg ik een negatieve reactie van mijn vrienden op school. Die vonden het spel helemaal niks. Dus dat ik van, ja, op zich, weet je. Ja, kan ik me wel in vinden. Ze van, het is ook wel een beetje een gaar spel, weet je, als je erover na gaat denken. Dus toen zat er een soort van dip in mijn Minecraft carrière. om dat zomaar even te beschrijven. En ben het uiteindelijk gewoon weer gaan spelen, zeg maar, zonder dat de rest ervan af wist. Niet geüpload. Ik heb gewoon een aantal random dingen geüpload. Het kanaal was ook niet echt succesvol of zo. Na een jaar had ik 100 abonnees, waarvan de helft van zo'n sub-for-sub dingetje was. En 5000 weergave. Zoiets. Na een jaar dan, hè. Dus, dat is meh.
Zo van, met dit kanaal ging het ietsjes beter. Maar goed, dus ja, zeg maar na een jaar had ik ook zoiets van, ja, nee, dit gaat hem niet worden. En toen heb ik dat kanaal verwijderd. Helemaal alles compleet weg. Achteraf een beetje spijt van. Ik had op zich wel terug kunnen willen kijken naar die video's. Het had me op zich ook wel interessant geleken om te zien hoe die video's gedaan hadden als ik ze zeg maar gewoon online had gelaten. Maar goed, dat is ja, terzijde zeg maar. Dus toen had ik een break van een jaar of zo. Ondertussen raakte ik minder in contact met Michael. Maar Jeroen die had een nieuwe kanaal gestart ook. Die had zijn oude kanaal ook. Het scheelde niks. Zijn oude kanaal had hij verlaten. Ook verwijderd geloof ik. Jeuk in mijn hand. En die had een nieuw kanaal gemaakt. Daarop ging hij zeg maar een soort van tech reviews, weet je wel. De nieuwe iPhone, bla bla. En dan camera stand, weet ik veel wat allemaal. Was op zich wel grappig. En ja, toen zat hij ze me zo te pitchen van, hey, ga jij ook nog eens dingetjes doen, weet je wel. Op die interwebs. En toen had ik zoiets van, ja, op zich, weet je, wil ik wel. Dus toen heb ik in, wat was het nou, november 2012? Zoiets. Dit is uit mijn hoofd. Toen heb ik dit kanaal gemaakt. En toen heb ik 3 maanden gewacht tot mijn eerste video online kwam. Dat was in januari 2013. 25e uit mijn hoofd. Ja, zeg maar sindsdien in die tijd zeg maar dat ik niet aan YouTube deed, heb ik gewoon heel veel YouTube gekeken. Het heeft in die tijd een beetje mijn entertainment waar ik het vandaan kreeg, heeft het getransformeerd van weet je wel, dingen als tv en een DS naar mijn eigen computer en dan YouTube en films en YouTube, ja dat zei ik al, videogames. Dus in die periode heb ik het spel leren spelen, zeg maar. Heb ik, ben ik gewoon beter in de spel geworden. Ik ben op zoek naar, oké, volgens mij kunnen we hier zijn, ja. Gewoon zeg maar, ook een beetje zitten nadenken over wat ik wou doen met dit kanaal. En, wat is dat? Wat is dit, jongens? Dat is interessant. Maar goed, ja, en sindsdien heb ik me gewoon steeds beter ontwikkeld, zeg maar, in het spel. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dus, naar mijn idee heb ik de vraag van wat inspireerde je om een YouTube-kanaal te beginnen, niet helemaal goed beantwoord. Want overduidelijk, door vrienden ben ik zeg maar in deze wereld gekomen. Maar dat is niet wat me erin gehouden heeft. Want Michael spreek ik compleet niet meer. En Jeroen nog wel eens, maar heeft ook al een jaar niks meer geüpload. Zodra je dan een beetje lopend kanaal hebt, dat houdt me bezig. Dat is echt gewoon, op zich ook wel logisch. Ik ben op zoek naar een cave, jongens. Waar is iets? Maar goed. Iets wat mij ook wel een beetje, gaande houdt, zeg maar. Is als ik kijk naar het Nederlands YouTube. En dan zeg maar niet op een negatieve manier. Maar als ik naar Nederlands YouTube kijk, dan zie ik, op de top. Zie ik, één stijl aan video's. En dat is gewoon straight gameplay. Met de facecam erbij. Complete gekte. Schreeuwen voor de camera. Weet ik veel. Een gamekanaal waar echt de helft van de video's bestaan uit vlogs. Weet je wel. Dat soort dingen zie ik. En ik heb zoiets van, nee, dat is niet hoe een gamekanaal werkt. Steeds als ik dat weer zie. Want ik check dat soort kanalen wel eens. Zo nu en dan om een beetje up-to-date te blijven, weet je wel. Dan heb ik zoiets van, dit wil ik anders doen.
Dus ja, ik weet niet natuurlijk hoe het gaat lopen in de komende de tijd, zeg maar. Of ik nou echt mainstream ga, of dat ik gewoon, weet je wel, bij de 1000 abonnees blijf of zo. En op zich, beide lijken me prima. Dat is helemaal geen probleem. Maar goed, ja, dat is een beetje wat mij drijvende houdt. Om het zo maar te zeggen. En dan zie ik kanalen zoals het mijne, wat meer, zeg maar, op de gameplay georiënteerd is. En ja, zeker qua Minecraft-series, weet je wel, dat je dan veel off-camera dingen hebt, weet je wel. Zoals ik dat ook wel wil doen, dan heb je een aflevering van 20 minuten, maar dan heb ik er uiteindelijk gewoon... we gaan een nieuw cave zoeken trouwens. En dan heb ik er uiteindelijk gewoon echt 3 uur aan gezeten ofzo, als het niet langer is. En dat soort kanalen zie ik dan minder groot zijn, weet je. En dat vind ik verdrietig, dat vind ik jammer. Maar goed, weet je, dat is schijnbaar hoe het Nederlands YouTube werkt. Mensen willen bij gamevideo's schreeuwende mensen voor hun camera zien zitten in plaats van echte gameplay. Maar goed, weet je, dat is helemaal prima. Dat moeten ze lekker zelf weten. En er zijn uiteraard natuurlijk mensen die nu kijken, die vinden dit wel leuk. Dus daar, ja, geen probleem. Ik zie daar even. Kijk eens aan. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje het antwoord op dit vraag, denk je. Denk ik. Zou je denken. Het was een lange vraag, maar goed, op zich wel leuk. En als je reacties of iets hebt op wat ik net gezegd heb, laat ze gewoon in de reacties achter en zorg ervoor dat ik kan reageren. En dan kunnen we gewoon een leuke conversatie starten. Maar goed, gaat dit door? Ja, oké, dit gaat door. Voordat ik ergens inspring waar ik niet uitkom. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, ik heb nog een vraag. Wacht daarvoor, ik maak eerst even deze torches. Hoe zitten we qua resources? 2 stacks aan iron, wat goud, wat redstone, wat lapis. Geen diamanten, dat is jammer. Maar goed, op zich, maakt niet uit. We hebben een leuke conversatie, dus dat is prima. Het gaat tot nu toe wel beter dan ik verwacht had. Want ik heb natuurlijk dit nog nooit gedaan zo. Deze straight gameplay, wat ik zojuist heb zitten afkraken voor hetgene wat ik niet wou doen. Maar goed, het maakt niet uit. Maakt niet uit. Nog een vraag. Wat vind je de leukste serie om te doen? En dit heeft Roelof. Kan je naam niet echt uitspreken, spijt me. Heeft dat gevraagd via de Twitters, dus dat is uiteraard gewaardeerd. Wat is je leukste serie? Nou, moet ik eerst, voordat ik deze vraag ga beantwoorden... Is dit nou alles weer? Het valt een beetje tegen, maar goed, het helpt wel natuurlijk om de... om ervoor te zorgen dat Guardian Farm beter gaat werken. Ja, ik moet natuurlijk eerst even wat zeggen, want elke serie die ik op mijn kanaal doe vind ik leuk, wat op zich wel logisch is. Maar hetgene hoe dit YouTube gebeuren werkt, is als ik het niet leuk vind om te doen, dan zullen de video's ook echt gewoon shit worden. Dus ja, je moet jezelf al gewoon entertained houden, zeg maar, voor mij als YouTuber. Ja. Ik moet het wel gewoon leuk blijven vinden, want anders dan, dan wordt het voor jullie ook saai en dan gaan jullie zeggen van, ah, dit is niet leuk. Of dan ga je gewoon helemaal niet meer kijken. En nou doe ik dit uiteraard niet als fulltime baan, dus het maakt niet zoveel uit als niet iedereen kijkt. Maar ja, weet je, het is toch weer verdrietig als zoiets gebeurt. Op zich krijgen we wel veel rendement uit als er gewoon video's goed worden bekeken, weet je wel. Goed, dat is terzijde. Waar was ik nou mee bezig? Oh ja, elke serie vond ik leuk. En dat meen ik oprecht. Zodra ik iets heb zo van, ja, dit gaat het niet meer worden. Dan stop ik de serie ook gewoon meteen. Dat had ik met het laatste seizoen van Kerbal Space Program. Het viel een beetje dood, naar mijn idee. Voor mij dan in ieder geval. En weet je, dat kan gebeuren. En op dat punt heb ik zoiets van, ja, oké, we kunnen ermee doorgaan. Maar ik heb er gewoon eigenlijk geen zin meer in. En naar mijn idee moeten we dan ook gewoon... gewoon er maar mee stoppen, weet je wel. En seizoen 4 gaat eraan komen zodra de nieuwe update komt voor Kerbal Space Program. Dus voor degene die ze afvroegen waar bleef, dat dus. Beetje gekke lag.
Eens even kijken, hebben we hier nog een cave? Dat zou wel fijn zijn. Jij hebt gekke particle effects, dus dat vertrouw ik niet. Ja, oké, nu gaan we bij... Wow. Oké, dit is niet goed nieuws. Maar goed. Weet je, er zijn natuurlijk wel momenten waarop ik ene series leuker vind dan andere. En dat is zeker met dingen als... weet je, als de projecten lopende zijn. Want, weet je, zodra ik een leuk project heb op Rixburg Minecraft, weet je wel. Ja, dan wil ik natuurlijk heel veel Rixburg Minecraft spelen op dat moment. In plaats van Feed the Beast Monster, weet je wel. Dat had ik... laatst had ik zoiets van, wat gaan we nou nog doen? Maar jullie kwamen met een hele hoop leuke suggesties, weet je wel. En dan is het weer prima. Beetje om je idee te geven hoe het verliep. Zullen we eens even snel daarin gaan. Kijken of daar nog een cave is. Maar goed, weet je. Op die manier houden we elkaar een beetje entertained, om het zo maar te zeggen. En waar ik toch wel wat ik toch wel de leukste serie zou... Als ik een keuze zou moeten maken. Zo zou je dat dan formuleren, denk ik. Zou het toch wel Rixburg Minecraft zijn, denk ik. Dat is toch wel de serie waarmee het kanaal begonnen is. Zolang als ik dit kanaal heb, is Rixburg Minecraft bezig geweest, zeg maar. Dus dat is wel... mijn passie, mijn liefde, weet je wel. Ook niet echt interesse om een nieuwe wereld te starten op het moment. Want we zijn lekker bezig, uiteraard. Oh. Jong. We zijn lekker bezig en we hebben nog genoeg projecten om aan te werken naar mijn idee. Ha, hier zit ook een flower forest. Dat is goed om te weten. Kunnen we hier misschien ook die bloemenboerderij bouwen? Die wou ik natuurlijk ergens compleet random bouwen, maar als die hier kan, dat zou wel fijn zijn. Moet ik dus nog even checken. Oh, dat ziet vet uit. Oh man. Had ik laatst op de Mine & Merlot server dat ik gewoon echt random dingen tegenkwam dat ik zo vet... Of was dat de modspotlight? Ik weet het niet meer. Maar goed, leukste serie zal wel... Rixburg Minecraft zijn. Daarna gewoon modded Minecraft. Maakt niet echt uit welke daarvan, zeg maar. Ze zijn allemaal meestal wel leuk. Kerbal Space Program vind ik ook echt een geweldig spel, hoor. Het is moeilijk. Maar zodra je een beetje door hebt wat je kan doen in dat spel, dan is het een superspel. Maar goed, dat terzijde. Dus dit was niet echt een vraag, maar wel iets nog even wat ik wou vertellen. Heb je een uploadschema, weet je wel. En ik doe niet echt aan uploadschema's. Want naar mijn idee, als ik zoiets zou gaan voorstellen, dan zou ik het alleen maar gaan breken. Dus dat moeten we niet echt hebben. Maar ja, dat is toch ook wel iets van, ik kan natuurlijk niet gewoon 30 minuten gaan zitten opnemen en dan heb ik mijn aflevering, weet je wel. Dat kost wel tijd meestal. Dus ik kan niet echt op een schema werken, naar mijn idee. Maar meestal wat ik wel heb is, ik heb ik probeer 5 video's in de week online te krijgen. En of tenminste als minimale dan, hè. En als die online komt op een dag, dan is die om 4 uur 's middags online. Dus dat is 1600 uur. En natuurlijk hebben weekenden zoals vrijdag, zaterdag en zondag hebben voorrang boven maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Want dan zijn jullie gewoon meer actief. Dus dat is wel logisch op zich. Maar goed, dat gaat het zijn voor de Q&A, denk ik. Ik heb geen vragen meer over. Ik heb ook niet iets van... Hé, dat moeten we nog behandelen. Of vertellen. Of overheen gaan, weet je wel. Dus ik wil bedanken voor het kijken. Bedankt voor het inzenden van de vragen. Ik vond het erg leuk om te doen. Dus dat... er gaat meer komen. Daar kan je zeker van zijn. En dan is het misschien wel leuk om... een ander soort vraag te stellen, natuurlijk. Maar goed, dat gaan we tegen die tijd wel zien, natuurlijk. Dus nogmaals, als je leuke conversatie wil hebben in de reacties met mij, zorg dan dat je gewoon kan dat je gereageerd op je kan worden. En dan kunnen we wel gewoon praten. Het kan ook uiteraard met Twitter en dingen. Maar goed, dat gaat het dus zijn.
Bedankt voor het kijken. Heb ik dat toch gezegd? Volgens mij heb ik dat al gezegd, maar ik kan me niet herinneren. Dus ja, dat. En dan zie ik je gewoon de volgende keer weer terug bij Rick Speelt Minecraft. Later.